is Tijmen van Dijk en ik speel ook winger. Waarom ik ben begonnen met basketbal is omdat mijn vader altijd al coach was en zo ben ik daar een beetje ingerold. Mijn eerste basketbalherinnering is dat ik mijn wedstrijden van onder 12, dat is wel zeg maar het laatste wat bijgebleven is. Ik speel point guard. Ik ben degene die het spelletje opzet, die de aanval opzet en die het hele team een beetje aanstuurt. Mijn doel voor dit jaar is om ervaring op te doen en dat mijn niveau een beetje omhoog te brengen. Vorig jaar in de finale van de Dutch Challenge League, die heb ik meegemaakt, dus dat was wel een belangrijke wedstrijd. Nee, niet echt aan de speler waar ik mijn game op gebaseerd heb, maar er zijn wel gewoon veel spelers waar ik naar kijk. Dat zijn wel vooral de betere point guards in de NBA of in Europa die waar ik naar kijk. Het beste aan basketball. Ik vind het leuk dat het heel erg snel gaat en je gewoon heel snel beslissingen moet nemen. En ja, het kan heel snel heen en weer gaan, dus je moet blijven schakelen. Nou, dat is ook wel het moeilijkste van het spelletje. Je moet wel gewoon heel snel beslissingen nemen. Dat kan op sommige momenten heel lastig zijn. Ik wil mijn spel verbeteren. Mijn snelheidshandeling wil ik omhoog brengen, zodat ik snelle beslissingen kan maken in het veld. Mijn basketbalinspiratie is mijn vader, omdat hij toch veel aan mij bijgebracht heeft de afgelopen jaren. Favoriete team heb ik niet echt. Ik volg de NBA wel een beetje, maar dat is niet echt iets specifieks. En favoriete spelers, ik vind Derrick Rose wel. Dat is niet echt een specifiek nummer dat ik voor mijn wedstrijden speel, maar het is vaak wel hip-hop of rap wat ik voor mijn wedstrijden speel. Als ik thuis kom, ga ik altijd wel gelijk op de bank zitten en even tot rust komen van de train. Ik vind het leuk om met mijn vrienden af te spreken en ik hou wel van gamen. Ik hou wel van Nederlandstalige muziek ook nog wel. Dus het is echt rap en hip-hop, maar het is ook wel af en toe een bluff er tussendoor gooien. Zo. Ik heb wel eens een zomer tennis gedaan of zo, maar dat was niet echt mijn ding. Dus daar ben ik ook heel gauw weer mee gestopt. Dus het is eigenlijk altijd wel echt basketbal geweest dat ik gespeeld heb. Mijn grootste blunder op het veld is dat ik ooit te vroeg ben opgelopen tijdens het oproepen van de spelers. Er was een scheidsrechter die Tijmen heette. En toen dacht ik dat ik aan de beurt was, maar dat was dus niet.